Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten van juni laten zien, want de maand is weer voorbij. Ik heb mijn mandje er weer bij gepakt en ja, hij zit nu redelijk vol, maar er zitten wat grotere producten in. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn favoriete producten van juni, die ik zeker aan kan raden, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met twee balmy glosses van de Essence Mickey & Friends collectie, online nog steeds te koop overigens. Ik heb ze in de kleuren, dat vind ik altijd een heel erg onhandig iets. Dit is het 02 Back to Nature en hier staat dan Minnie Mouse op afgebeeld. Zeg niet dat, ja, hij stelt scherp. En dan heb ik hier de 01 All-time classic en hier staat dan Mickey op afgebeeld. Het zijn hele fijne glossjes die je lippen dus laten stralen, maar ook je lippen tegelijkertijd verzorgen. En dat is natuurlijk wel heel erg fijn altijd. Ik moest zelf even wennen en je ziet het steeds vaker hoor bij dit soort producten, naar die grote applicator, maar uiteindelijk lukt dat wel. Ze ruiken ook echt super lekker. Het zijn dus hele natuurlijke kleuren die dus echt bij elke look wel gedragen kunnen worden. Ik zal zo even de swatches goed laten zien aan jullie hoor. Oké, ik smeer dit gewoon lekker op mijn broek nu. Fantastisch. Nou, gelukkig hebben we een doekje bij de hand zodat we het gelijk even kunnen weghalen. Want er kwam dus van die applicator een beetje af wat dus echt letterlijk op mijn broek belandde. Dan is dit de variant van Mickey en deze van Minnie. Ik vond het wel hele leuke kleuren. Het zijn dus wat natuurlijkere tinten, maar ik vond ze wel heel fijn. En ik vond echt dat mijn lippen erdoor verzorgd worden. Sorry even voor het achtergrondgeluid, want ik heb het raam dus openstaan. Omdat het dus echt... het is inmiddels wel lekker wat koeler buiten, maar om het huis een beetje door te laten luchten heb ik het raam openstaan. En dat hoor je dus nu een beetje. Dus echt hele fijne glossjes. Ja, die gewoon echt heel erg fijn zijn. Dus ja, die vond ik echt een hele fijne toevoeging. Dan ga ik door met een geurtje. En hier ga ik heel eventjes mijn geschreven blogpost van bijpakken. Want dit is namelijk een geurtje van de Action. En dat is het Amenity Eau de Parfum van het merk Vigency. En ik vond ook vooral het parfumflesje er heel erg leuk uitzien. Dit is hem. Hij komt ook in een leuk doosje. Maar wat dit parfum nou zo bijzonder zou maken... is dat het een dupe zou zijn. Action staat wel bekend om de parfums die ze uitbrengen, dat het vaak dupes zijn van bekende geuren. Dit zou een dupe zijn van het Poison Parfum van Dior. Nou weet ik dat niet. Ik kan dat ook niet bevestigen, omdat ik dat parfum nooit gebruikt heb. Deze parfum heeft een bloemige geur en heeft een open mix van kruidige en fruitige tonen. En daar zitten dan ook weer bloemige en kruidige hartnoten in. En de afsluiting van het parfum heeft dan een geur van vanille en muskus, waardoor die een hele sensuele touch zou krijgen. Nou, dat wilde ik eerst even vertellen voordat ik even het parfum helemaal ga laten zien. Dit is hem dan. Ik vind hem heel tof. Ik vind het flesje heel tof. In dit flesje zit overigens 100 ml, wat best wel veel is. Ik geloof dat ik nog geen 5 euro voor dit geurtje heb betaald. Het is niet zo'n makkelijk flesje om mee te nemen. Nou ben ik daar sowieso niet zo'n hele grote voorstander van. Want ik ben altijd bang als ik dat echt een keer zou moeten doen, dat zo'n flesje breekt. Nou kun je dus de bovenkant eraf halen. En dat probeer ik nu heel handig te doen. En net natuurlijk, elke keer lukt het. En nu ik die video opneem, lukt het niet. Nou, even dit dingetje vliegt eraf. En dan kun je hem makkelijk opsprayen. Dus dan is die zeg maar vrij. En dan kun je hem daarna er weer op doen. Sowieso is deze iets minder makkelijk om mee te nemen. Want je kunt hem niet echt afsluiten. Want ook al druk je deze er weer terug op. Hij blijft open. Dus je ziet hier alsnog het spray flaconnetje vrij zijn. Het geurtje ruikt echt super lekker. Vind ik zelf. Parfum is natuurlijk een hele persoonlijke geur. Want iedereen heeft vaak een andere voorkeur.
Hij blijft iets minder lang hangen. Maar goed, ik denk dat we dat ook kunnen verwachten van een geurtje van nog geen 5 euro. Het is niet zo dat hij echt uren blijft hangen. Dus je zult hem de dag door wel een beetje bij moeten sprayen. Ik doe hem intussen even terug in het doosje, zodat hij het niet zometeen laat vallen. Want ik ken mezelf. Maar desondanks vind ik het echt een heel erg lekker geurtje. Lekker low budget die heel erg lekker ruikt. En ik ben er zelf echt heel erg fan van. Het was voor mij wel even een probeersel toen ik deze kocht. Want er stond geen tester. Dus ik heb niet in de winkel kunnen ruiken hoe die rook. Maar uiteindelijk is het voor mij heel goed uitgepakt. Dus dit geurtje vond ik echt super lekker. Het is gewoon van de Action dus. Dan heb ik nog een product van de Mickey & Friends collectie van Essence. En dat zijn de Happy Mood en Fixing Sprays. En dat zijn deze. Ik heb allereerst de variant met Katrien Duk. Die heeft de naam 010 Nature Makes Me Happy gekregen. En dit is niet alleen een fixing spray, maar ook een spray waarin je dus in een hele fijne mood zou komen. Waar je dus blij van zou worden. Hij verzorgt ook de huid. En ja, dat is wel echt... echt fijn. Ik vind ook, hij laat je make-up prima zitten, maar de geur, er zit een geurtje aan. Deze heeft een citroengeur. Nou, dat vind ik al wel heel lekker zomers. Dit is trouwens de verstuiver die erop zit. Deze heeft ook een hele lekkere geur waar ik zelf wel gewoon heel blij van word als ik het ruik. Maar het vervliegt wel. Weet je wel, het is niet dat je de hele tijd dit blijft ruiken. En dat is natuurlijk ook logisch. Ja, het is voor mij niet dat ik denk van als ik het opspray van oh, ik voel me helemaal goed. Het is niet als ik een dag zou hebben dat ik denk oh, ik voel me niet zo lekker in mijn vel en ik spray dit op dat ik er heel blij van word. Maar hij ruikt wel heel lekker en hij liet mijn make-up goed zitten. Dus dat is die van Katrien. En dan heb ik er ook een van Minnie Mouse. En dat is deze. En deze heeft de naam 020 Nature The Anecdote to Stress gekregen. Deze heeft een hele frissige geur. Maar ik durf je niet precies te zeggen waar die naar ruikt. Kijk, die van Katrien, dat citroen, dat springt eruit. En dit... Hij ruikt lekker, maar wat de geur nou echt is, ik durf het je niet te vertellen. Maar ook, hij laat mijn make-up goed zitten, dus het is prima en hij ruikt aangenaam. Vooral vind ik het lekker als ik hem dan net heb opgespoten. Dat ik denk, oh, het ruikt lekker, maar hij voelt heel verfrissend aan. En dat vond ik heel fijn. In deze flaconnetjes zit overigens 50 ml, maar hele fijne fixing sprays. Ook deze zijn online als het goed is nog steeds te vinden. Dan heb ik van het kruidvat de Stay With Me Radiant Matte Serum Foundation. Deze is long-lasting en heeft SPF 15. Ik heb eerder een keer een foundation geprobeerd van het kruidvat. Die zat in zo'n potje en die gaf zo'n heel cakey effect. Maar deze is wel echt heel erg fijn. Ik heb de 005 en Very Ivory. Dat is een van de lichtstere kleuren. En ik vond hem heel fijn. Het is dus een serum foundation, want hij... voelt ook, je hoeft in, ja, hij verzorgt ook de huid. En dat vind ik zelf wel heel erg fijn. Hij heeft een lichte formule en licht reflecterende diamantpoederdeeltjes. Ik moet heel eerlijk zeggen, daar zag ik niks van terug. Hij geeft een zacht focus effect. En ja, omdat er vitamine E in zit, verzorgt hij ook je huid. Je brengt hem aan door middel van een pipetje. Dat is altijd een beetje een haat-liefdesverhouding bij mij met make-up, maar komt goed. En dan is dit het effect. Kijk, dit is de kleur. Ik moet zeggen, ik vond dat die prima werkt voor een foundation. Hij voelt fijn aan. Het is een fijne... Ja, hij zit goed op de huid. Je kunt hem lekker inblenden. En dat vond ik zelf gewoon heel erg fijn. Ja, en ik denk ook zeker op de wat warmere dagen vind ik dit een heel geschikt product. Omdat hij niet zo heel zwaar is. Dus ja, ik werd er wel heel blij van. Hij is ook in meerdere kleuren verkrijgbaar. Dus ik denk dat er bijna voor iedere huidskleur wel een kleurtje verkrijgbaar is. Maar ik vond het echt een heel fijn product deze. Wat heb ik dan in de aanbieding? Ja, dan heb ik een mascara. Dit is de Pure False Lash Beyond Black Mascara. Dit is de 010 Fiber Black. En deze is van Catrice. Dat is deze. Ja, dit is zo'n mascara... die fibertjes bevat. En... ja... Hij...
maakte mijn wimpers gewoon wat voller. Ik vond hem echt heel fijn. Ik had ook het idee dat mijn wimpers langer leken met deze mascara. En dat vond ik heel fijn. De kleur is ook lekker intens. Hij heeft een borsteltje waar ik van hou. Hij is licht gebogen. Maar ik vind dit soort borsteltjes gewoon heel erg fijn. En ik vond het effect gewoon zo mooi. Ik dacht echt van, dan breng ik zo'n mascara. En dan denk ik van, ja, het lijkt weer meer of dat ik wimpers heb. En dat vind ik gewoon heel fijn. Ik heb vrij korte wimpers van mezelf. Dus ze zijn niet super lang. Dus ik vind het altijd wel fijn als een mascara net iets meer geeft. En het is niet dat ik het gevoel had van, oh, het lijkt net of ik valse wimpers draag. Maar ik kreeg echt wel wat volume en lengte. En dat vond ik heel erg fijn van deze mascara. Dus daar was ik heel tevreden over. Even kijken hoor. Dan heb ik een fixing spray. En deze is van het Kruidvat. En dit is de Make Me Last Refreshing Prime and Setting Spray. En deze is moisturizing. Dat is deze. Deze zit ook in een bus. Dus het is... kijk, dat zie je aan de onderkant. Het is niet zo'n flesje wat je normaal vaak ziet. Je kunt deze... dit is een multi-use spray. Dus je kunt deze gebruiken als voorbereiding. Dus je kunt hem opsprayen voordat je je make-up op doet. En dan is die eigenlijk meer een primer. Maar je kunt hem dus ook gebruiken om je make-up mee te zetten. En dat heb ik gedaan. Ik heb hem nog niet als primer gebruikt. Misschien dat ik dat nog wel een keer wil gaan proberen. Maar ik merk gewoon dat hij ook echt verzorgt. En dat is heel erg fijn. Er zitten dus ook... als het goed is wat verzorgende ingrediënten in. Maar ik merk gewoon echt dat hij goed deed voor mijn huid. Het zijn ook allemaal vegan producten. En ik merk toch dat mijn huid ook wel goed doet. En hij heeft een hele fijne mist. En daar, kijk, want dit is... hier komt het de spray uit. Maar die is zo fijn, waardoor je niet een hele laag krijgt. Dus je krijgt gewoon een fijne mist. Waardoor je gezicht niet super nat wordt van de spray. Maar gewoon, ja, echt perfect, vind ik het zelf. Hij ruikt ook heel erg lekker fris. En dat vind ik ook wel heel fijn. Dus ik vond deze heel fijn. Ik heb hem dus nog niet als primer gebruikt. Maar als setting spray vond ik hem in ieder geval echt super fijn al. Dan heb ik van Catrice een Magic Repair Berry Berry Nail Oil. En dat is deze. Dit is zo'n moisturizing nagelolie. Die je dus gewoon aanbrengt op je nagels. En lekker laat intrekken. En dan worden je nagels lekker verzorgd. Maar nagels die hebben nogal de neiging om snel droog te worden. Nou moet ik ook zeggen. Ik draag ook eigenlijk iedere week wel weer een andere kleur nagellak. En ja. Dat is misschien ook niet helemaal bevorderlijk. Maar deze was echt heel fijn. Hij heeft dus een twee kleuren overloop. Maar als je hem gaat schudden. Kijk dan. Ja, zie je het nog wel. Je brengt het aan door middel van een pipetje. Hij heeft ook een heerlijke berrygeur. Echt heel erg lekker. Je brengt dat aan op je nagels. Je wrijft dit lekker in. En laat het een poosje intrekken. En op een gegeven moment merk je gewoon dat het helemaal in je nagels getrokken is. Het is heel fijn om bijvoorbeeld in de nacht te doen. Maar het kan ook gewoon als je 's avonds gewoon bijvoorbeeld lekker een serietje te kijken dat je dit lekker aanbrengt, lekker in laat trekken en daarna kun je ook gewoon je nagels lakken. Ik vind het echt een heel erg fijn product. Ik merkte echt dat mijn nagels gewoon gelijk weer veel gevoeder aanvoelden, dus dat was echt perfect. Dus deze is echt aan te raden. Ze hebben ook een eerdere variant gehad, die vond ik ook heel fijn, maar deze vind ik ook echt werkelijk waar weer fantastisch. Dan heb ik van Essence nog een Bounty Blush. Die komt nog ook uit die Mickey & Friends collectie. En dat is deze met Minnie Mouse erop. Ik heb hem in de kleur 01 Never Grow Up. En dit is gewoon een blush. Ik snap niet helemaal waar het Bounty effect vandaan komt. Moet ik heel eerlijk zeggen. Want kijk, hij heeft meer zo'n ronde toevoeging. Maar het was een hele mooie kleur. Die echt, ja, heel erg mooi eruit ziet. Ook wel vrij natuurlijk. Dan heb ik hem hier even geswatcht. Nu komt hij heel donker over. Maar je kunt hem heel mooi inblenden. Het is een hele fijne, mooie kleur. Die goed terug te zien is op je gezicht. En dat vond ik gewoon echt heel erg fijn. Je kunt hem ook een beetje opbouwen. Maar de kleur zag er gewoon prima uit. Hij voelt heel fijn aan op de huid. Dus gewoon echt een hele fijne, fijne blush. Dus ja, ik werd er wel heel erg blij van. Dus die is dan van Minnie Mouse. Dan heb ik een oogschaduwpalette van Fab Factory. En dat is de You See the World Through Diamond Eyes palette. En dit is een palette met 10 kleurtjes erin.
Het is een diamant. Ja, kijk, er zit een spiegeltje in. Altijd leuk. En dan zijn dit de kleuren. Ja, het zijn echt leuke kleuren. Er zitten verschillende finishes in. Je hebt shimmer finishes, maar je hebt ook matte finishes. En dat is echt heel erg leuk. Ik ga even een paar kleurtjes opnemen voor het zwartje. Zodat jullie ook even kunnen zien van hoe dat er dan uitziet. Ik vond het echt een heel erg leuk verrassend paletje met leuke kleuren erin. De pigmentatie is ook eigenlijk heel erg goed. De kleuren zijn makkelijk te blenden. En ik vond de ooglook die ik er zelf mee heb gemaakt super leuk. En ik vond het gewoon een heel erg fijn palet. Ik heb dit palet een keer bij de Action gekocht. Ik weet niet of die er momenteel nog is. Maar ik vond hem in ieder geval echt super fijn. En ook gewoon de vorm is gewoon super leuk. Ook dit palet is vegan. En er zit in totaal 10 gram aan oogschaduw in. Dus elk oogschaduwkleurtje bevat 1 gram. Dus echt een super leuk. Alleen het doosje vind ik al super leuk. Maar ook de kleuren die erin zitten spraken mij heel erg aan. Daar werd ik blij van. Dan heb ik twee nagellakjes van Catrice. En ik heb hier allereerst een Dream in Soft Glaze 020 Drunken Donut. Dat is deze. Dit is een kleurtje die je lichtjes ziet. Hij laat eigenlijk, schijnt hij een beetje door de nagels heen. En als je dat niet mooi vindt, dit is het kwastje. Kun je er ook eerst nog een iets donkerdere kleurtje onder aanbrengen. Dus je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen voor een roze kleurtje te pakken. Die je nagels helemaal bedekt. En dan deze eroverheen aanbrengen. Want dan zie je even goed het leuke effect wat die geeft. Had ik de naam genoemd trouwens. Hij heet 020 Drunken Donut. Maar dat weet ik dus niet meer. En dan zie je niet meer je eigen nagels doorheen. Maar zie je even goed het leuke effect van dit lakje. Want hij heeft echt een heel erg leuk effect. Ik denk niet dat het op de camera heel mooi overkomt. Maar het effect is echt super leuk. Dus daarom vond ik hem wel fijn. Vooral omdat hij dus ook goed werkt met een kleurtje eronder. Dan heb ik ook een Dream in Pure Glitter topcoat. En dat is deze. En dit is de 050 Sparkle Darling. En dit is eigenlijk meer zo'n glitter topcoat. Die je ook zeker over een ander kleurtje heen aan kan brengen. Ik vind dat zelf mooier. Ik vind het om puur op mijn nagels aan te brengen dan niet zo mooi. Hij heeft best wel een mooie dekking. En hij ziet er echt heel goed uit. En wat ik ook heel fijn vind. Er zitten glitters in. Maar die voel je als je hem op je nagels hebt aangebracht. Voel je die glitters niet zo hard op je nagels zitten. Ik heb wel eens van die glitters gebruikt. En dan voel je dat heel erg op je nagels plakken. En dat vind ik dan niet fijn. Want ik vind het fijn als ik een glad laagje voel. En ook deze is dus in combinatie met een ander kleurtje eronder echt super leuk. Maar je kunt hem uiteraard ook solo gebruiken als je dat leuk vindt. Ik vind het zelf niet zo mooi als ik mijn eigen nagels er doorheen zie. Maar dat is gewoon puur een kwestie van smaak. Maar ook deze was wel erg mooi. En heel erg leuk. Dan heb ik nog een trend editie van Essence. En dit is de Color Crush on Apricot. Ik heb hier een aantal producten van geprobeerd. En ik heb hier allereerst de Baked Highlighter. Ik heb hier een uitgebreide video van opgenomen trouwens. Ik kan de link nog even in de beschrijving zetten. En misschien dat je de producten online nog kunt kopen. Deze highlighter heeft de naam 01 Feel the Apricot d'Azur Zon gekregen. En ziet er heel erg mooi uit. Heeft een hele mooie peachy tint. Deze ruikt ook heel erg naar abrikozen. En weet je waar ze mij een beetje aan doet denken? Misschien dat je die snoepjes kent van Haribo. Dat zijn ook een soort abrikozen. En die hebben zo'n suikerlaagje. En daar doen ze me aan denken. Ik krijg er trouwens gelijk trek in die snoepjes. Zo ziet de swatch eruit. Ik vond hem echt heel erg mooi. Want het is een hele mooie highlighter die je op kunt bouwen. En een kleur die ook echt wel heel erg goed bij mijn huid past. Dus ik werd er heel erg blij van. Dus die vond ik echt super fijn. Dan had ik ook twee scrunchies. Die vond ik ook echt super leuk in twee leuke kleurtjes. Deze heeft gewoon een hele vrolijke print zeg maar erop met abrikoosjes. En deze heeft gewoon een abrikozenkleur. Hele fijne scrunchies. Ik heb heel dik haar. Ze paste om mijn haar gewoon 3 keer. Dus nou, dat is dan echt top. Dus hele fijne scrunchies. Die heb ik online ook nog steeds gezien. Ik had ook nog nagelstickertjes. Die wil ik nog een keer gaan proberen. Die laat ik gewoon even zien voor de vorm. Die hadden de naam Apropos Apricots gekregen. Dus die. Dan heb ik hier ook nog een Jelly Lip Care. En dat is deze. Met ook een hele leuke verpakking.
Deze heeft de naam 01 Apricoted with Love gekregen. En hier zit vitamine E in. En je lippen worden hier dus heel verzorgd van. Maar het is niet echt een lipolie, want dit is een jelly basis. En daar gaan we weer. Wederom zo'n grote applicator. Ook deze ruikt echt super lekker. En ik vind dit gewoon een heel lekker product om te dragen als mijn lippen super droog zijn. En zo ziet de swatch er dan uit. Ik vond hem echt super leuk. Echt een heel fijn, fijn product ook. En het laatste wat ik uit die collectie heb, dat is een Swirl Lip Gloss. En dat is deze. De naam is 01 Apricotly in Love. Hij ziet er zo uit. Het is een heel erg leuke lipgloss. Alleen hij heeft dus 3 kleuren. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, daar zag ik niet zo heel veel van terug. Want dat ga je ook met de swatch zien. Je ziet dat de oranje kleur een beetje overheerst. Op zich niet heel erg, maar je ziet niet zo heel veel van het swirl effect. Maar die ziet er dan zo uit. Ook wel een hele mooie lipgloss hoor. De kleur is echt fantastisch. Dus dat vond ik ook heel fijn. Het laatste product wat ik dan heb is een afschaduwpalette. Ook hier heb ik een video over gemaakt. Die kan ik ook nog even in de beschrijving zetten. En dat is het Wildflowers Eyeshadow Palette van Max & More. Dat is deze. Een heel erg mooi palette gemaakt van karton met een hele mooie afbeelding op de achterkant of op de voorkant. Op de achterkant staat een plaat waar alle kleuren die in het palet zitten afgebeeld staan met bijpassende namen. En dan zit er een spiegel in en dan zijn dit de kleuren. Ook vind ik het mooi dat die print van de buitenkant doorloopt naar de binnenkant. Ik ga een paar kleuren opnemen voor de swatch. Zodat we weer eventjes kunnen zien wat dat doet. Zo. Ik zit er gelijk helemaal onder altijd met die swatches. Zo ziet dat eruit. Dus echt wel een hele goede pigmentatie. Ook hier zitten zowel matte als shimmer kleuren in. De kleuren zijn goed op te bouwen en ook heel erg goed te swatchen. Ik vind zelf dat je er echt hele leuke ooglooks mee kunt maken. Maar het is heel persoonlijk, want het is een palette met wat fellere kleuren. En daar moet je van houden. Maar ik werd echt heel erg blij van dit palette. Dus ook deze vond ik echt super fijn. Dan waren dit mijn favoriete producten van juni. Leuk om allemaal weer terug te zien en dat ik het straks allemaal weer terug in mijn stash kan gaan stoppen, zodat ik het allemaal weer lekker kan gaan gebruiken. Ik ben in ieder geval heel erg blij met de producten. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt geprobeerd of dat je naar aanleiding van deze video denkt. Ik ben er benieuwd naar. Misschien heb je ook wel eens een van deze producten geprobeerd en ben jij er totaal niet blij mee. Dat kan natuurlijk ook. Ik werd er in ieder geval heel erg blij van. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!